De Surinaamse kickbokser Donaghy Abinna heeft gisteren verloren van de Braziliaan Alex Pereira tijdens de Glory 68 Light Heavyweight kampioenschappen in Miami. In de derde ronde werd Abinna verslagen door Pereira. Deze overwinning bezorgde de Braziliaan de Light Heavyweight kampioenstitel. Hiermee is hij ook de eerste Glory-vechter die twee kampioenstitel op zijn naam heeft staan. Op het onderdeel zwemmen doet Renzo Chanayu van 4 tot 6 oktober mee aan wereldwedstrijden in Budapest en Berlijn. Hiervoor heeft hij enkele weken getraind op Trinidad en Tobago. De samenleving heeft kennis mogen maken met het eerste artistieke zwemteam van Suriname. In zwembad Parima hebben zij, samen met twee buitenlandse zwemscholen, laten zien wat deze sport allemaal inhoudt en hoeveel potentie er aanwezig is. Artistiek zwemmen stond eerder bekend als synchroon zwemmen. In de volksmond staat het ook bekend om waterballet. Bij artistiek zwemmen worden er onder muzikale begeleiding eenvoudige, maar soms ook moeilijke bewegingen in het water uitgevoerd. Volgt u ons sportjournaal voor meer informatie.